Een goede basisetiquette is van groot belang. Levi, rechtop. Dit ziet er toch heel erg ongeïnteresseerd uit. Rechtop, schouders naar achteren. Heel goed, precies. Zorg ervoor dat de gast zich welkom voelt. Dan zal die altijd bij je terugkomen. En dat is waar het om gaat. Ja? Dat was het voor vandaag. Had ik al gezegd dat jullie konden gaan? Nee. Ik heb nog een verrassing voor jullie. Het is bijna Sinterklaas, dus jullie zullen daar nog heel wat mee moeten gaan doen de komende dagen. Allemaal extra dingen gaan we Sinterklaas vieren. Ja, leuk hè? Ja, goed zo. Veel plezier. Mis het wel een beetje hoor, Sinterklaas thuis. Ja. Hoe was dat dan bij u? Wat was het? Nou ja, gewoon. De hele familie kwam en allemaal vrienden. En ze namen allemaal eten mee. Ja, en maakten jullie dan ook zelf? Oh, jawel hoor, ik was er ook altijd. Levi en vrienden mochten ook altijd komen. En iedereen maakte altijd iets. Levi had altijd een speciale maaltijd gemaakt s'avonds. Nou, niet bescheiden doen. Ik maakte ook altijd... Wafels? Ja. Ja, fantastisch. Wafel? Ja? En wat is er dan in iets speciaals? Een beetje kaneel of zo? Geheim. Geheim ingrediënt. Heel vaak hoor ik dat ik ook een gewoon thuis had. Maar met twee ouders en een groot gezin. In plaats van een oma en een opa. Die ook nog eens in een bejaardentehuis zitten. Maar ja, ik heb niet zoveel te missen nu. Maar Caroline wel. Ik was het enigste kind op de boot. Maar ja, bij ons was dat een groot feest. Sinterklaas. En we hadden dus een regel. En mama en ik dat we alles zelf gemaakt moesten. Er gingen overal pakjes en dat was echt leuk, want dan mochten ze op zoek gaan naar wat mama had gestopt voor ons. En ja, het leukste gedeelte vond ik persoonlijk dat we altijd mannetjes maakten van speculaas. Ja, in een bepaald thema dan, altijd heel grappig. Dat is een vet leuk idee, dat kunnen we hier ook doen. Als we nou gewoon iemand van hier gaan namaken, heel grappig. Dat zou ik wel echt heel leuk vinden. Van wie dan? Mevrouw Mastoer. Ja, ik zag wel aan haar dat ze heimwee had. Ik heb zelf niet echt heimwee. Ik vind het thuis wel superleuk en zo, maar ja, dit soort feestdagen zijn natuurlijk ook superleuk om met je vrienden te vieren. Zo, eens even kijken, wat maken jullie? Ach, keurig doen jullie dat hoor, heel netjes. Keurig aan het werk. Zo, en wat zijn jullie aan het maken? Wij maken speculaaspoppen. Speculaaspop? Wat is dit voor raar figuur? Gewoon mensen. Gewoon mensen, zo ziet er toch niemand uit? Nee, zo... dat is echt ridicuul. Echt ridicuul. Nee, jullie moeten echt... We hebben hier allemaal mooie planken, speculaasplanken. We moeten gewone poppen maken. Ja, gewoon. Ik mis thuis. Ja, daar kon ik tenminste doen wat ik wou. Daar keek niemand over mijn schouder of het wel goed was of niet. Niemand ziet er toch zo uit. Levi, Levi. Geen Sinterklaas snoep eten voor Sinterklaas. Brengt ongeluk. Het is echt niet dat ik het hier niet leuk vind, hè. Ja, ik vind het wel veel leuker dan in het begin. Ik heb meer vrienden, Levi en Sophie en arme Marie-Lise. Maar ik blijf toch het gevoel hebben alsof zij meer bevriend zijn met elkaar dan met mij. En, zit mijn haar goed? Ja, heel mooi. Oké, goed, dan ga ik al doen. Doei! Tot straks! Caroline, daar ben je. Jou zocht ik al. Er is een pakketje voor je. Dank je. Geen afzender? Nee, staat er niet op. Misschien is het wel van Sinterklaas. Spannende tijd. Maar nee. Hier is geen afzender voor nodig. Ik weet zo wel wie het is. Nou, kijk eens aan. Goed zo. Dank je wel. Pak maar lekker uit. Alleen mijn moeder verstuurt zulke pakjes en brieven. Fabian, Simon, Jean, Peter, Pierre en Maltes. Ik ben heel benieuwd wat voor poppen ze zullen maken thuis. Oh, ik heb geen idee. Het kan van alles zijn, als het maar gek is. Eigenlijk zou ik gewoon thuis willen zijn. Ik zou erbij willen zijn als we de poppen zouden maken.
eerst gaan ze met die groentjes. Ja, alsjeblieft. Zo. Hoe moet je hebben? Ja, of moet je even. Zo op. Ja. Ik heb Carolien serieus nog nooit zoveel zien eten. Zo, waarom? Waarom neem je dan 6 boterhammen? Ja, ik moet een bodem leggen en deze is voor de lunch. Maar met de lunch krijgen we gewoon weer een nieuwe ding, hoor. Als je lange reis door de boeg hebt, moet je ook goed eten natuurlijk. Hè. Goed ontbijt is heel belangrijk. Ja, maar ik ga eigenlijk naar huis. Ja, ik ga weg. Naar huis? Ja. Ja, niet heel lang hoor, maar voor de feestdagen. Ja, feestdag, Sinterklaas. Ik wil echt graag thuis zijn. Ik heb alles onderzocht en als het mee zit, dan ben ik voor het avondeten in Calais, bij de bot van mijn ouders. En word ik wakker tussen de speculaaspoppen. Ja, die van mijn mama natuurlijk. En niet die van mevrouw Mastour. Nee, maar dat kunt u toch niet zomaar doen? Dan moet je toch aanvragen of zo? Ja, en het examen? Over 2 dagen al, hè? Dat gaat de school echt niet goed vinden. Dat examen. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Ja, ik weet niet wat je daarvoor staat, maar hygiëne, dat is super moeilijk. Ja, en duidelijk mijn beste vak. Ja, wat moet ik nu doen? Hygiëne, dat is echt mijn slechtste vak. Ik heb daar nu nipt een 5,5, ja. En als ik het examen niet meedoe en dan mijn praktijkexamen slecht afleg, ja, dan ben ik zeker gebuist. Ik ga gewoon om een uitstel vragen. Ja, dat ga ik doen. Mevrouw Mastour is ook niet van de stenen, hè. Die zal wel begrijpen. Uitstel, ja. Bedankt, hè. Succes. Ja, dank je. Uitstel. Pastoer en examenuitstel. Ik wens je succes. Mevrouw Mastour zegt zelf dat snoep voor Sinterklaas ongeluk brengt. Ja, dat zal wel zeker alleen voor kinderen gelden. Wat kan ik voor je doen? Ik wil graag iets belangrijks met u bespreken als dat gaat. Maar natuurlijk, Carolien, dan ben jij aan het juiste adres. Vertel het eens. Ik kon natuurlijk allerlei smoesjes verzinnen waarom ik juist naar huis zou. Maar in dit geval werkt eerlijkheid het beste, denk ik. Ik zou graag naar huis willen. Naar huis? Ja. Nou, eens kijken. Dat zou volgende maand wel moeten. Eigenlijk zou ik graag vandaag naar huis willen. Ja, ziet u, het is Sinterklaas, het wordt thuis met de feestdagen en zo. Nou ja, maar vandaag, dat kan niet. Hè. Dat had al veel eerder aangevraagd moeten worden, zo zijn de regels. Ja, ik weet dat het hygiëne-examen is, maar ik zou er graag een uitstel voor willen vragen als ik kan. Ja, mevrouw, alsjeblieft, ik heb echt heel veel heimwee. Ik mis mijn ouders heel erg. Carolien, daar kan ik echt niet aan beginnen. Regels zijn regels, anders loopt alles in de soep. Dan wil iedereen met allerlei verschillende feestdagen altijd maar vrij. Dat kan niet. Ja, het is heel pijnlijk als studenten heimwee hebben. En het is ook logisch. Ze zitten lang hier en zijn alles van thuis even kwijt. Maar toch is het ook dan belangrijk om de regels te laten. Bedankt voor je tijd. Maar natuurlijk, Carolien, altijd. Ik snap natuurlijk dat er regels zijn, maar er zijn toch ook uitzonderingen. In mevrouw Mastour's wereld misschien niet, maar in die van mij wel, hoor. Bij het uitserveren beginnen we eerst bij de dames op leeftijd naar beneden toe. En dat doen we vanaf de rechterzijde. Debra C. vanaf links. Ik print het even voor jou uit. Ik kom het zo bij je brengen. Ik vond het echt belachelijk. Ik had het toch beleefd gevraagd. Ik had ook gewoon weg kunnen lopen, hè. Ja, als ik dat had gedaan, hadden ze me zielig gevonden. Dan had ik wel een herkansing gekregen. Ah! Hé, waar gaat jij naartoe? Ik ga een boswandeling maken, ja. Ja, helemaal naar Frankrijk zeker? Ja. Ik wil echt naar huis. En ik mocht niet van Mastour. Dus je gaat stiekem gaan? Ja. Ja? Ja, dat kun je echt niet maken. Daar krijg je problemen van. Ja, dat kan me nu eigenlijk helemaal niet meer veel schelen. Ik wil gewoon echt naar huis. Ik heb heimwee. Nee, luister, oké. Wij hebben een oplossing. Ja, tenzij het de bot van mijn ouders is. Nee, echt waar. Kom mee, kom even mee. Ja, maar ik moet echt door. We hadden iets voorbereid en ik wist zeker dat Carolien het leuk zou vinden. Maar dan moest ze wel mee naar binnen komen. Carolien, kom eens even bij Sinterklaas. Kijk eens aan wat wij voor jou gemaakt hebben. Bedankt.
jij wel lief geweest dit jaar? Ja, ja, Sinterklaas. Niet stiekem weggelopen? Ja, uiteindelijk niet. Nou ja, ik had een heel leuk idee. Dat was mijn idee eigenlijk. Nou ja, ik had bedacht om iets te gaan doen. En jij bedacht dan precies wat. Ja. Ja, nou, dat is een beetje hetzelfde als iemand bedenkt, nou, we gaan toetjes eten. En dan bedenkt iemand crème brûlée en dan zegt hij... Ja, ik snap er helemaal niks van, maar ik ben blij dat je mijn idee zo goed vindt als crème brûlée. We hebben cadeaus verstopt. Oh, voor mijn thuis. Ja. Oh, super lief, dank. En we hebben de koekjes afgemaakt. Oh, de pap is gelukt? Ja. Dank jullie wel. Ik heb toch maar besloten om te blijven. Ja, ik heb misschien maar geen familie hier, maar ik heb wel super toffe vrienden om me heen. Hey jongens, als jullie toch niks te doen hebben, zouden jullie misschien een champignontaart willen maken? Tada! Hey Thomas! Kijk eens! Ja. Deze is super vars. Maar echt heel vers. Wow. Niet normaal. Ik moet echt toegeven dat die paddenstoelen niet van de markt kwamen, maar van het bos. Ik ben hier in het bos gaan halen. Ben je hartstikke gek? Dat ding is helemaal giftig.